Ben jij een verbinder, nieuwsgierig en communicatief en wil je weten hoe overheid en maatschappelijke organisaties werken? Lijkt het je wat om te werken aan actuele maatschappelijke vraagstukken, bijvoorbeeld op het gebied van milieu, onderwijs, migratie en welzijn in de wijk? Misschien is bestuurskunde dan wat voor jou. Ik heb hiervoor de HAVO gedaan en op de HAVO had ik eigenlijk altijd wel interesse in wat er in de samenleving gebeurde, in maatschappelijke vraagstukken. En ik had eigenlijk overal wel een mening over hoe je iets kan oplossen. Toen ging ik eigenlijk rondkijken en toen was bestuurskunde de perfecte opleiding, omdat je daar echt leert om aan de slag te gaan met oplossingen voor een maatschappelijk vraagstuk. Ik heb hiervoor bedrijfseconomie gestudeerd en de studie past niet helemaal bij mij. En daarom ben ik eigenlijk op zoek gegaan naar een bredere studie die maatschappelijk georiënteerd was. En toen kwam ik uit op bestuurskunde. De studenten die wij hier graag zien zijn studenten die nieuwsgierig zijn, interesse hebben in politiek en de maatschappij. Ook studenten die sociaal zijn, goed kunnen samenwerken en natuurlijk gemotiveerd. De studenten die zich moeten aanmelden zijn studenten die een bijdrage willen leveren aan de maatschappij. Ik denk dat je als student heel erg open en nieuwsgierig moet zijn. En ik denk een oplossend vermogen of oplossend gericht kunnen denken, dat je heel ver gaat brengen. Een maatschappelijk vraagstuk is vaak een moeilijk vraagstuk, een probleem waar veel mensen bij betrokken zijn. En waarbij eigenlijk burgers en bedrijven dat niet zelf oppakken. Dus de overheid komt erbij om te kijken hoe je dat met al deze partijen aan kan gaan pakken. Er was een opdracht van de gemeente Amsterdam, Stadsdeel Oost. Er was gebrek aan inclusiviteit in het Oosterpark. Veel mensen leefden een beetje langs elkaar, veel gebruikers waren daar. Dus wij gingen in gesprek met bewoners, belangenorganisaties, mensen die gebruik maken van het park. We kregen een mooi beeld van de wensen die mensen hadden van het park. En daarmee maakten we advies en dat hadden we voorgedragen aan de gemeente. Een voorbeeld van een maatschappelijk vraagstuk is bijvoorbeeld duurzaamheid of drukte in de stad. Of eenzaamheid onder ouderen. Of participatie van jongeren. Laaggeletterdheid. Tal van vraagstukken. Wat de studenten allemaal bindt, is dat ze interesse hebben voor maatschappelijke vraagstukken, maar ook voor politiek. Het liefste wat ze doen is discussiëren in de klas. Soms te veel, want we moeten soms ook werken aan andere dingen. Maar dan merk je dat ze dat heel erg leuk en prettig vinden. Ik denk het helpt als je geïnteresseerd bent in maatschappelijke problematiek en de maatschappij. En ook wel grootstedelijkheid, want we werken hier echt wel in de metropool Amsterdam. En we kijken ook wel naar andere grote steden, maar vaak wel in een grootstedelijke context. De meeste docenten die ken ik gewoon persoonlijk en die kennen mij ook bij naam, die weten wie ik ben, wat ik doe. En dat is heel prettig, want als soms iets niet helemaal duidelijk is of als je nog extra uitleg nodig hebt, is de drempel gewoon heel laag om naar een docent toe te stappen om wat extra uitleg te vragen. Ja, ik denk dat het goed is om te beseffen dat het naast dat het echt wel dat je een mooie theoretische fundering hebt als je hier na 4 jaar studeren klaar bent, maar dat je daarnaast dat het ook echt een praktijkgerichte opleiding is. Dus dat je bereid moet zijn om vanaf moment 1, jaar 1, blok 1, gelijk die stad ingaat en met mensen in gesprek gaat, opdrachtgevers ontmoet en daar ook voor open wilt staan en daarin wilt leren. Dus gelijk je theorie toepassen, elk blok weer. Dat is denk ik ook het unieke van onze opleiding. Amsterdam is een uitdagende omgeving waar veel partijen een rol spelen bij complexe vraagstukken. Amsterdam is daarom dé plek om bestuurskunde te studeren. Meer weten? Kijk op www.hva.nl/bestuurskunde.